Mijn kleine van 8 weken oud is op dit moment stront verkouden. En dit is denk ik het meest zielige wat ik ooit in mijn leven heb gezien. Niet alleen zijn waterige oogjes en gemurmel zielig, maar ook zijn gepiep, omdat hij zelfs zijn neus niet kan snuiten, raakt bij mij een gevoelige snaar. Vandaag stond ons in het teken om wat verlichting te geven aan zijn verkoudheid. Allereerst hebben we geprobeerd onze badkamer om te toveren tot een Turk stoombad. Door de stoom zou het snot los komen te zitten, waardoor het uit zijn kleine neusje kan druipen. We hebben de kraan dus ook extra heet gezet tijdens het douchen. En de ander die banjerde met de huid op zijn arm door de badkamer. Vervolgens zijn we naar buiten gegaan. Even een blokje om in de frisse buitenlucht schijnt toch goed voor hem te zijn, ondanks zijn verkoudheid. Onderweg gelijk maar even wat tissues en een zoutoplossing gehaald om het snot in zijn neus te lijf te gaan. Omdat hij waarschijnlijk een drogere keel heeft gekregen van het hele gebeuren, zal hij wat vaker aan de borst moeten. En tijdens de borstvoeding doet natuurlijk de moederliefde ook wonderen. Hoewel we geen verbetering zien, is het ook niet verslechterd. Google geeft aan dat een gemiddelde babyverkoudheid ongeveer 10 dagen kan duren. Hoogstwaarschijnlijk liggen we vanavond weer te luisteren met onze oren gespitst naar zijn gepiep en geknor.